Yo kijkers van Kwartier Granzier, welkom bij een nieuwe skivlog. En ja, je ziet het al, we staan in Kietsbeul, oftewel Kirchberg Kietsbeul, Kietski. Het is vandaag lekker weer. Ik ben hier 3 nachten, 2 dagen met een vriend samen. Dus het wordt een gezellige skivlog. Let's go! Dat was vriend Frank. Let's go dus! We zijn aangekomen, daar ligt het dorpje helemaal beneden en daar zie je al de pistes. Het is nu avond, morgen lekker skiën. En nu even dorp in, dorpje Kirchberg daar beneden. Ja, après ski, Kirchberg, Kirch van Kirchberg. Nou, hier is de bokkenbar en daar is de ijsbar, dus even helemaal los. Goedemorgen mensen, kijk toch wat een mooi uitzicht hier over het dorpje. We gaan dadelijk hier skiën, we hebben lekker ontbeten nu en we gaan nu met de taxi naar beneden en gaan we skizuren. Oké, skigebied, 294 kilometer afdaling. Moet wel iets leuks te vinden zijn zou ik zeggen. De Kirch van Kirchberg. Zo, skikleding aan en nu kunnen we echt gaan. Ik ben dus met een vriend van me nu aan het skiën. Tuur en Audrey ga ik met carnaval weer mee. Oké, gearriveerd bij de skiliften. Eerst even wat spullen huren hier. Zo, we zijn halverwege de eerste afdaling. Het is heerlijk rustig hier. Dus genieten. Dus we gaan gauw verder. Hier staan we op de top natuurlijk bij bocht van de Kietski. Kan niet ontbreken. Zo, nu weg naar de Hanekam. Daar zo. We gaan richting Hanekam. Dat is een heel bekende natuurlijk. De Strijf. Waar ze met 140 naar beneden skiën in de wedstrijd. Die ligt die kant op. Dus daar gaan we nu naartoe. Was erbij. Zitten we? Kan slechter. Verder naar de Hanekam dus. Zo, kom nu bij de Hanekam.
Nou, dat is dus het starthuis van de Hanekam Racer. Kijk jongens, hier is het starthuis van de Kitzbühler Hanekam rennen. Gaan we nu eens even kijken. Kijk, hier zijn ze vorige week gestart. Dan vliegen ze hier dus echt met 140 km per uur naar beneden. Zo. Kijk, en hier vliegen ze dan zo naar beneden. Idioten. Oké, we gaan hier naar beneden. Hanekam. Ik denk dat die pikzwart is. Dus we zullen zien. Werken. Kijk, dat is het eerste gedeelte. Best wel sterk. Ik weet niet of je het ziet. En hier komt het tweede gedeelte. En dan kom je bij de Mauzenval, geloof ik heet dat. Bekend. En hier komen ze dan zo en dan springen ze hier dus naar beneden. Dit gaat recht naar beneden. Mauzenval. En dan jumpen ze daar en dan moeten ze gelijk die bocht links pakken en weer rechts. Gekke werk. Ik weet niet of je het goed ziet, die Mauzenval, maar dat is echt super stijl. Oké, dat stuk hebben we weer overleefd. Nu die kant op. Ja, dus verder naar beneden, de strijf. Dan moeten ze hier deze scherpe bok pakken. Langs het net af. Zo, op de Hanekam. Stijf. Kijk, de vliegen zie je weer naar beneden. Die netten waar ze dan in opvangen als ze uit de bok vliegen hier. Een laatste stukje. Skitbeul, denk ik. Laatste stukje strijven. Helikopter erbij, nooit goed. Laatste stuk het dorp in. Ja, wel een mooi uitzicht zo, hè? Strijk, I did it. Ja, ze zijn de laatste stukjes van de Hanekamp rennen, wat vorig weekend was, af en breken. Dat is die helikopter weg aan het voeren, denk ik. En hier zie je dus Kitzbühel, Kirchberg, denk ik. We zijn helemaal beneden in Kitzbühel. Hanekampbaan hier, gaan we weer omhoog. Daar zie je de skiers staan, hè? Het standbeeld. Nou, hebben we het toch gehad. Mooi. Zo, lekker gegeten en nu hup, weer verder, hè? Zo, mooi. En we door. Kitzbühel roeft. Kijk wat een mooi uitzicht hier. We gaan terug het dorp in. Oké, even iets drinken. En wel hier.
daar ga je dus weer Kirchberg in. Daar gaan we dadelijk naartoe. Laatste afdaling van vandaag. Hier is het los, jongen. Jongens, daar ligt Kirchberg weer. Jongens, daar beneden ligt Kirchberg. Laatste afdaling, het wordt donker. We gaan verder met de après-ski daar beneden het dorp. Dus nu heel huids beneden zien te komen. Zo, en na het skiën is het natuurlijk tijd voor de après-ski. En dat doen we hier natuurlijk in het dorpje zelf. Daar bij de kerk liggen twee mooie tenten. De ijsbar en de boka. Ja, daar gaan we naartoe. Feest! Is de snack? Yes. There we go. Goedemorgen. Goedemorgen mensen, moet je kijken wat een mooie nieuwe dag hier in het dal in Kirchberg. Het was een fantastische avond gisteren, een beetje brak nu. We gaan lekker ontbijten en het wordt echt een topdag vandaag, alleen maar zon. Dus wat wil je nog meer? Let's go! Zo, Wieshoof, mooi dingetje, mooi pension. Ligt hier mooi op de berg, kijk eens wat een uitzicht. Yes, we zijn er klaar voor, dag 2. We gaan weer de berg in. Let's go! De zon komt over de bergen. En daar komt onze taxi. Yes. Kijk eens, de mist hangt nog boven het dorp. De kerk van Kirchberg steekt er bovenuit. Het is super weer vandaag. We zijn er weer. We gaan een mooi dagje van maken.
En dag 2. Kijk eens wat een uitzicht. En hier een mooi zonnetje. Zo. Steken we dus over naar die kant van het dal. Moeten we met die gondel, ik weet niet of je het ziet, gaan we naar een heel ander gebied dan gisteren. Kijk, hier ligt Kirchberg. Gisteren hebben we dus dit gedeelte helemaal geskiet. En vandaag zijn we met die S3-baan zijn we naar dit gedeelte. Dus ja, eigenlijk 2 voor de prijs van 1, hè. Daar weer naar boven met die lift. Een soepje. Daar in het dal, daar ligt dus, je ziet de wolken gewoon. Ja, en nu de laatste afdaling. Tenminste het verste weg en dan helemaal terug naar Kirchberg. Nou, ze hebben het mooiste tot het laatste bewaard. Echt kei mooie afdaling, mooi uitzicht. Zo, daar ligt het dorp weer. Even iets drinken, want we zijn op de terugweg naar Kirchberg, maar het ziet er wel gezellig uit. Proost! Proost! Wat een shitleven hebben wij. Blijven. Video.
skivideo hier vanuit Kitzbühel en Kirchberg. We gaan vanavond nog even dikke après-ski doen, maar die zal ik me niet filmen. Bedankt voor het kijken en we zien jullie de volgende keer. Ciao!